Maak de ventilatieroosters in de kozijnen regelmatig schoon. Klik het rooster los, u heeft hiervoor geen gereedschap nodig. Zuig met de stofzuiger het stof weg en plaats het rooster terug. Reinig twee keer per jaar de ventielen in keuken, toilet en badkamer. U kunt het ventiel zonder gereedschap uit de muur of het plafond trekken. Maak het ventiel vervolgens schoon met een sopje. Zet het ventiel na het schoonmaken weer in elkaar. Let daarbij goed op dat het pijltje op het ventiel weer op dezelfde stand staat. Maak ook de wasemkap regelmatig schoon met zeepsop. Verwijder de onderkap door de twee zwarte schuifjes naar buiten te duwen. De kap komt vanzelf los. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. Gebruik alleen zachte schoonmaakmiddelen en een vaatdoekje.